leuk. Mag niet, van de privacy. Ah, schijt toch uit. Schijt toch uit, man. Ga je dat op internet zetten? Dat weet je toch. Yep. Zo. Je weet de weg naar de voedselbank? Ja, dat weet ik. Dat weet ik helemaal. Eerst het D. Yep. Dan de handgel. Ja. En als allerlaatste. Gevarenlichten uit. Niemand. Nee. Slaapt er al? Nee, die is aan het werken. Nee. Kraaitje aan de kant. En wat kost die bij Bol.com? Iets van. Even kijken, wat was het? Iets van 25 euro. Dan heb je ook wat. Ja. Dan heb ik inderdaad wel wat, ja. Kraaien, ga eens lekker weg dan. Goed zo. Hoe gaat ie met jou? Ja, goed. Hoppa. Dit is een lekker rotbochtje deze. Niet afsnijden. Nee, dat weet ik, dat weet ik. Nee, tegenliggers. Ah, hey Sharda. Hi. Ziet het niet eens daar dan niet. Ja, da. Geen fietsertjes, nope. Had je het nog druk vandaag? Ja, ik ben was om 6 uur mijn nestje uit. 6 uur, lekker. Ik moest om 5 voor 8 de deur uit. Top. 9 uur 10 had ik een examen met mijn mevrouw. Oké. En die is helaas geslaagd. Helaas nog wel, wauw, Piet! Dat is niet goed voor de omzet. Niet goed voor de omzet. Nee, ze had eerst schakel gedaan, ik geloof dat ze 5 keer gezakt is ofzo. Ja. Toen is ze naar mij overgestapt, de automaat. Nou, toen lukte het wel. Lekker. Ja, was al een oudere vrouw. Ja, oké. In de 60 denk ik. Mm-hmm. Ja, nou. Nou, je mond. Nee, dat zeg ik niet. Goed zo. Volgens het boekje rijden. Ja, volgens een hoekje. Dat is goed. Dan moet ik achter mevrouw Slak zitten. Ja. Doei. Oh, achter meneer Slak. Ook goed. Captain Slow. Ja. Wat doet u daar? Lopen, wat lekker gevaarlijk is. Wist je dat nog niet dan? Nou, het voetpad is opgebroken. Ja, handhaving, ook leuk. Ja, het zijn sneaken, die rijden dan langs. Ja, maar dit is parkeren en ja, controle. Ja. Controleer je kenteken of je al betaald hebt in de buurt waar je moet parkeren. Dan komen de auto niet meer uit, vroeger kwamen ze de auto nog wel eens uit. Dan heb je een Skoda. Je hebt ze in een paar weken terugverdiend, geloof nog maar. Ja hoor, dat geloof ik graag. Westfield, hè? Want? Is het daar nu druk? Ik denk het wel. Oké, dan pak ik even een andere route. Dan pak ik deze wel. Dan stond het al vast in het tunneltje. Pak ik deze. Hebben we er maar één tunnel. Alles goed achter ons. Yep. Of ik pak via Voorburg kan op. Maakt niet uit. Als je naar Rijswijk gaat, dan vind ik het prima. Wat ga je doen? Nee, zo heet is hij nou niet. Maar hij blijft nou wel zitten, hè? Iedere keer vorige week dat hij dat ging doen. Kon je het niet vastzetten dan? Strakker zetten? Nee! Geen trammetje, nope. Stonden we in 3,95. Ah ja, prima. Die weer mooi doorverkopen, ja toch? Ja!
in prima staat verkerende telefoonhouder. Ja. Ja. Niemand eruit? Nee, niemand. Nee. Maar de mailandjes en die komen ook weer terug op en op tv. Ja, is dat zo? Ja. 8 meid. Ja, dat bedoel ik. Dat kun jij zo lekker nadoen, heerlijk. Hij was eerst getrouwd. Ja, klopt. Kinderen, ja, gescheiden. Ja, en nou is hij homo. Ja, ja. Dat is leuk. Ja, ja. Als je daarmee en gelukkig bent, waarom niet, weet je? Ja. Ik weet niet of hij altijd al zo... Nee, dat weet ik ook niet. Maar misschien nou lekker uit de kast gekomen, kan hij zichzelf... Ja, en nou wonen ze ergens in Noordwijk, hè? Ja. Noordwijk aan Zee. Maar ik weet ook precies waar, hè? Doe maar. In een kast van een huis. Ja, hoe komen ze aan het geld dan? TV. Ja, daar verdien je heel veel geld mee. Echt. Ga ik dat maar doen. Ga ik dat ook doen, zegt hij. Maar hij heeft geen vriend of zo? Nope. Volgens mij niet. Hier 70 en daar 50. Oké, jawel. Ben ik niet zo van, dat weet je, maar... Tot en met je rijexamen. Dan mag je los. Oh, oké. Okay. Tesla voor mijn neus, die kunnen ook redelijk snel wezen. Heel snel. Dit is een hele lelijke, vind ik. Ja, is het ook. De verhoudingen kloppen niet. Nee, dat klopt ook totaal niet, nee. Bezig.
moet je maar opletten op mijn gaspedaaltje beneden bij je. Kun je prima zien, denk ik, of niet? Als ik zeg, ben je al te laat. Je krijgt eerst gelegenheid om wat te doen. Hè? Je krijgt eerst gelegenheid om wat te doen, doe je niks. Ja, maar ik was er al mee bezig. Leg dat maar uit tegen de examinator. Mag ik blijven van je? Nou, daar ben ik heel blij mee hoor. Ik mag blijven. Maar niet te lang. Maar niet te lang? Wauw. Waarom niet te lang? Nee. En want dan ben je mij weer kwijt. Ja, nou ja, dat is weer een ander. Oh, wauw. Piet. De tweede Karin bestaat niet, Piet. Nee, daarom juist. Ja, maar dat doet hij toch wel, schat. Maakt niet uit. Ik heb liever dat hij een beetje trilt, want dat zie je toch niet meer. Stabiliseert hij dan? Ja. Dat is hij nou toch al mee bezig. Ik ga deze vrachtwagen nog inhalen en ga toch die kant op. De familie Gilles, zie je dat wel eens? Ja hoor. Vaak genoeg. Nee, en we hebben maandag nog helemaal naar België moeten rijden. Doe maar. Ja. Moeten. Maar ja, en je bent ook gelijk dokter Piet, hè? Dat scheelt ook weer. Oh, man. Oh ja, een flitskast, ja. Van Buren. Wie wil daar nou rijden? En bij Van Buren? Ik niet. Het is ook een automaat. Ja, klopt. Maar het ging wel heel langzaam optrekken. Waarom remmen? Nergens voor nodig. Gewoon je poten van het gaspedaal afhouden. Is ook genoeg. Dat vereist inzicht. Yep. Ver vooruit kijken. Ja, want ik kijk nu al bij hun. Door de auto heen. Yep. Ja. Als je remlichtje ziet dan. Ja. Nee, gaan de antennes uit. Dan kan je hem niet ergens op de hoek neerzetten dan. Jawel. Dat komt wel goed. Gezeik te voorkomen. Nee, maar dat komt wel goed. Moet Karin voorrijden met Rolls Royce? Ah, ik kan hier zo slecht tegen. Hier moest je kijken wat voor. En ik moet toch en bij de volgende eraf, dus ik blijf hier wel lekker rijden. En dat ding kost 26 euro? Yep. Een heel hoop geld eigenlijk. Gratis voor mij. Hey Huskies! Mijn vriendin heeft een Husky gehad. Ja, dat zei je toen al in het begin. Ja, hartstikke mooie hond op een bovenhuis. Dat is niet zo erg. Maar een Husky, dat is een werkhond, hè? Ja, kan. Maar zo, sommige echt, honden die zijn ook gewoon echt lui, hoor. Zie je daar niet in. Het beest kon uren rennen op het strand. Uren. Ja, klopt. Het zijn natuurlijk trekhonden.
Sledehorn. Nee, die moest lekker een paar uur per dag uitlaten. Ze snopen zijn hele huis en dat deed hij ook. Ja. Toen hebben ze hem weggegeven aan iemand in, weet ik veel waar, Brabant of zo. Oké. Nou, de husky die, en die wij maandag op moesten halen, en dat was nog een husky die deze maand 8 maanden moet gaan worden. Hm. Maar, een mannetje of een vrouw? Een mannetje. Maar de oude eigenaars van, uit Roemenië, die, nou ja, die, en die hond is dus hier naartoe gegaan, weet ik veel hoe, maar hij sloopte dus de bank. Ja, ja, ja. En dus de oude eigenaars, en die wouden hem dus in laten slapen. Ja. Omdat hij dus een bank sloopte. Ja, sorry, weet je. Nee, dus, en dus... de eigenaar, je moet, ik zeg al, die hond heeft heel, heel, heel veel beweging. Nou, doe je dat niet, ja. Dan gaat hij andere dingen zoeken. Dat, yep, dus klopt. Echt uren laten rennen dagelijks. Ja, daar moet je de tijd voor hebben, dat moet je niet aan beginnen. Nee, mensen kopen, klopt, zomaar een hond omdat hij mooi is. Ja, dat is een hartstikke mooie hond, een husky. Een mooie, yep, tekening, blauwe, yep, ogen, je kent het wel. Yep. Als je niet weet wat voor type hond het is, ja. Nee, klopt. Nee, maar het klopt wel. Nee, toen was er een vrouwtje bij de dierenartsen die dat dus hoorde. En de dierenartsen die wou daar dus niet in mee. Nee, tuurlijk niet. En toen zeiden ze van, nou, dan gaan we wel verzuipen. Ja. Nou, toen heeft die vrouwtje gezegd, nou, dan neem ik hem in huis. Ja. Mag je hier al je kniplicht geven als je daar erin wil? Ja, snap ik. Geen fietsen. Nope. Nog naar rechts zo klein als mogelijk, mevrouw. In verband, ja, meneer, met tegen de huis. Ik pleur hem hier wel neer als het. Waar is het dan? Daar bij die gele brieven. Is het veel sjouwen dan? Nee, valt wel mee. Niemand? Nope. Nog niet. Nu! Wat is het? Heel goed. Laat me staan zo op het stuur. Ja? Kan je zo wegrijden. Nou, dan laat ik jullie even hier zitten en bij dokter Piet. Niemand? Nee, mooi. Meneer Piet. Ja, meneer Piet, ja. Helemaal goud. Kun je even lekker praten met ze. Joehoe. Nou, Karen is weg. Ik ga over... Wat Karen niet weet is dat ik geld uit de portemonnee heb gepikt. Kijk eens, dat ga ik niet vertellen. Dat is voor mij. Voor de moeite. Dus horen, zien en zwijgen. Ja. Of Karin ooit een rijbewijs zal halen? Jawel. Ze heeft hele goede kwaliteiten. Ze is opmerkzaam, ze ziet alles, ze weet wat er om zich heen gebeurt. Maar er is alleen een maar. Ze moet volgens de procedure van het CBR rijden. Dus ze moet zich aan de regels houden, de snelheid, de kijktechniek, binnenspiegel, buitenspiegel, over je schouder. Dat soort dingen. Afstand houden. Een beetje sociaal weggedrag vertonen, dat kan ook nog wel. Dus ze gaat de rijbewijs halen, sowieso. Maar ze moet volgens het boekje van het CBR rijden. Als je buiten dat boekje treedt, dan slachten ze je. Als je bijvoorbeeld links afgaat, eerst in je binnenspiegel kijken, in je buitenspiegel en ietsje over je schouder. Ook niet helemaal achterom kijken, want als je helemaal achterom kijkt en er rent een auto plotseling voor je, ja, dan is het bam. Dus binnenspiegel, buitenspiegel, een beetje over je schouder, de dode hoek. In je buitenspiegel zitten altijd dode hoeken. En aan de rechterkant precies hetzelfde. Binnenspiegel, buitenspiegel en over je schouder. Oh, nou, ze komt terug. Zullen we dit eruit knippen of laten we het staan? Nou, we laten het gewoon staan. Karin kan het wel hebben. Hi, dat was Karin.
Hartstikke. Nou, ik heb hele gesprekken gehad. Nou, dat is mooi. Dat is fijn. Dat is een verrassing voor je. Ja, dat is mooi. Dat is fijn. Zo, daar was ik weer, jongens. Hebben ze nog vragen gesteld? Nee. Nee. Okay. Moet je straks zo er langs krijgen? Nee hoor. Want ze hebben daar het een en het ander gestaan. Dus ze gaan eigenlijk weinig en de ding uit. Maar wat is er dan mis met die producten? Niks. Alleen de datum is een beetje. Nee. Omdat ik dus behoorlijk in de schulden zat met die hele coronatijd. Heb ik ook zelf bij en bij de voedselbank gezeten. Mm-hmm. En omdat ik dus minder schulden heb nu, kom ik daar dus niet voor in aanmerking. Deze nog wel. Okay. Tot ongeveer eind september. Mm. Nou, dan moet ik het weer zelf gaan doen. Okay. Deze aan. Deze in de drive. Maar hoe komen we aan die spullen dan? Donaties. Ja, kijk, ik begrijp wel groente, fruit en dat soort dingen. Dat als het iets over tijd is, dat is niet erg, maar. Nee. Het zijn toch gepakte producten die. Nee. En ze gaan het echt gewoon wegen voor hond en kat. En, zitten hier? Nee, hier bij die gele brievenbus net. Nou, welke kant wil je me op hebben? Rechtdoor. Bij geen gehoor is het rechtdoor, mensen. Niemand uit de zijstraat? Nope. Check. Ja, dubbel check. We gaan er nou niet weer afflikkeren. Over het rempeltje. Ja, dat was ik wel van plan, meneer. Zou je niet een beetje verhitten met een föhn en dan een beetje. Verhitten? Inbuigen, ja, een beetje. Ja, weet ik niet. Ik denk het niet. Een schuurpapiertje. Geen idee. Niet zo ver. Waarom sta jij hier? Oh, hier staat hier geparkeerd. Ja, oké. Ja, is handig zo hier op de bocht. Moet je er van rechts komen de auto voor laten? Ja. Gaan? Ja. Fietsertje, doei. Geen trammetjes? Nope. Toe de rechts. Ja. En dan heb je ook nog voetgangers en fietsers waar je rekening mee moet houden hier. Ja, waarschijnlijk gaat dit allebei gelijktijdig op groen. Ja, klopt. Dus dan moet je van tevoren af en toe koeken. Ja, klopt. Fietsers aankomen, bommetjes. Ja. Mooi, en want die hebben voorrang. Wolven. Nee, dat gaat net niet. Ik denk, ik ga jullie draaien, maar. Nee, dat wil niet. Hij knippert. Ja. Zie je dat nu pas? Zie je dus zo. Lekker sarcastisch, kan. Hoe komt dat dan? Ja, maar dat is gewoon omdat dat en dat een soort van LED-verlichting is of zo. Ja. Denk ik. Want dat ding, dat knippert ook aan die lagen. Yes. Oké, niemand qua fietsertjes, geen voetgangers. Nee. Normaal gesproken zien wij die frequentie niet dan. Hè? Normaal gesproken zie je die frequentie niet. Nee, klopt. Klopt. Niemand naast ons? Nope. Oké. Okay. Jou wel dan, ja. Stilstaande auto's. Rechtdoor over de rondonde, oké. Okay. Yep. Als je eenmaal je en je rijinstructeur kent, dan is het heel makkelijk qua hoe je moet rijden. Bij geen gehoor. Er is het rechtdoor. Bij geen geluid. Rechtuit. Ja, maar het is wel makkelijk. Zo. Ja, neem maar een randje mee hoor. Ja, is goed. Dankjewel. Neem maar een randje mee. Ja, is goed hoor. Dankjewel. Je hoeft niks te betalen. Nee. God, je krijgt het gratis. Hoe dan? Vind ik het op? Ja, is goed. Maar moet je dat dan bestellen eerst? Nee. Elke week gewoon ophalen. Nee. Niemand achter me. Zo, ja. Ja, jeetje. Echt, hè? Ik zeg niks. Trammetje vandaag, ja, oké. Okay.
doe rustig. Ja hoor, waarom niet? En mocht je een rijles willen, ga dan even naar Flyover en wil je een automaat, vraag dan even aan Piet. Nou, alsjeblieft niet. Niemand naast jou? Nee. Mijn oude dag. Dat toch. Dan bij de verkeersrichting. Yes. We zijn hier dus lekker bezig. Yep. Dat is handig. Wat zijn ze hier aan het doen? Ik heb geen idee. Er staat ook niks beschreven wat ze aan het doen zijn. Dat is handig, toch? Ja, volgens mij was het asfalt niet zo slecht. Ja, hij is nou niet zo warm, nee. Nou, voel eens. Valt wel mee. Brandje. Valt wel mee. Ik moet toch opletten op en op het verkeer, meneer Piet. Ik ben toch een tweede natuur. Ook naar links kijken. Hier. Juist, een krap bochtje. Ja, en ik zat ook met deze busje, die ging me een beetje afsnijden, maar dat weet ik niet. Ik heb het gered. Moet ik nou allemaal zo klein mogelijk? Ja, meneer. Geel busje. Ja. Maar deze bocht ken ik, dus... Doe de rechts, yes. Die straat in daar. Oh, hier weer, ja oké. Okay. Ik zie het alweer. Nee, die gaat op. We hebben het wel weer te pakken vandaag, meneer. Geen trammetjes? Nope, nog niet. Hij moet hier toch stoppen. Daar is eigenlijk al nog niet. Hier erin, yes. Houd in de gaten, fietsertjes, scootertjes. Ja. Om twee kanten. Ja, ik weet het. I know. Zo. Vond je het een mooie bocht? Nee, totaal niet. Ik had al in de gaten dat ik een beetje raar stond. Je reed te ver door. Ja, te ver door. I know. Nou, ik ben in ieder geval eerlijk. Ja, goed hè? Karin is af en toe eerlijk. Af en toe zegt hij ook nog, en dit is een moskee? Nee. Niet? Niet? Nee, we noemen er een ding. Is toch een moskee op een ingang? Nee. Die hebben die torentjes, die hele hoge toren. Ja, maar dit is toch ook een moskee? Nee. Niet? Oh. Wat hebben de hindoes staan? Boeddha, nou ja, een soort gebedshuis, dat is het wel, maar geen moskee. Een gebedshuis, ja, dat kan ook. Oh, dit is zo mooi, hè, zo al die bomen. Zal de verlichting aangaan? Ja. Ja. Zo donker is het. Ja, maar dit is alleen maar leuk, dit hier. Mensen, dit is toch leuk? Niks, kappen, huizen bouwen. Nee joh, dit is mooi. Dit is grappig. Een parkeerzone, dat is mooi. Waarom bent u aan het cruisen? Ik hè? Ja. Want? Ja, is toch leuk? Kijk, want hier heb je weer een drempel. Daarom juist. Oh. Ja, dat is lekker man. Lekker relaxed rijden. Je moet gaan denken wat een examinator denkt. Ja. Je denkt van, hallo. Ja, dan moet ik precies vijfde. Ja, nou, dat doe ik toch, want ik heb niemand achter me. Dames en heren, Karin heeft het nooit gedaan. Karin is altijd onschuldig. Heel lief vrouwtje. Dat is toch leuk? Daarom heb ik een mondkapje op. Dat is echt als ik moet kotsen, dan... Ja, dan kan het daarin vallen.
Karin recht vooruit kijkt. Ja, dat weet ik. Ik zag het al. Dan zie je blauwe borden. Ja, maar hele, dan moet ik toch zo meteen die kant op. Had ik ook beter hier kunnen staan, maar... Nou ja... Geeft niet. Nee, dat geeft niet. Oh, zo meteen die kant op. Oefening. Ja. Ja, daarom, precies. Deze weg ken ik nog niet. Oh, dit stukje volgens mij. Maar dat geeft niet. Kom wel goed. Generaal Spoorlaan. Ja, ik kom overal, lieve schat. Nee. Ze zei lieve schat tegen me, dat zei ongewenste intimiteit. Ik ga haar aanklagen. Maar ja, van een kale kikker valt niks te plukken natuurlijk. Dus ik doe het maar niet. Oh wat. Yes, I know. Je bent wel vandaag heel veel met aanwijzingen lekker bezig, hè meneer? Ik sta toch in beeld? Ja, nou, en? Brutfabriek. Vaccinatie. Ja, de 19 augustus mag ik, hè? Goed zo, meisje. Goed zo. Ja, en dan ga ik voor je... toch? Ja, Jansen. Nee. Zo, wat was het daar? Een probleem, hè? Mijn god. Ja? Ja, en dan bel ik de... Je kwam er niet door. Nou, ik belde dus eerst aan de GGD. En toen kreeg ik dus een vrouwtje, ja, maar het, nou ja, die was eigenlijk bezig met dingen in te vullen. Toen ging de verbinding dus in één keer weg. Dan kan je wel overnieuw beginnen. Mocht ik overnieuw. Toen kreeg ik dus een andere dame. Nou, ik mocht geen Jansen, want iedereen die na 18 juni corona hebben gehad, mocht er geen Jansen. Want ik mocht alleen Pfizer of zo, weet ik hoe dat... Ja, Pfizer. Nou luister, ik zei zo is het geval. Ik zei, die mag ik niet hebben in verband met mijn maagverkleining. Ja. Ja, maar ik zei, nee. Ik zei, wat heeft het daar voor invloed op dan? Ja, weet ik niet. Heb je niet ineens een maagbloeding dan of zo? Maar ik mag hem gewoon niet hebben, punt. Ja. Geen trammetje, nope. Nada. Ah, hier, daar bij het CBR. Ja, ik zie dat weer. Je ruikt de lucht van zweet en tranen. Ja, bijna wel. Nou ja. Nee, maar toen heb ik de volgende dag weer gebeld. Kreeg ik weer een andere dame aan de telefoon. Is handig. Ergens dat, hè? Ja, maar u bent al 33 en mensen die ouder zijn dan 33 mogen geen Jansen. Waar slaat dat nou weer op dan? Geen idee, maar... Tussen de lantaarnpalen met een streep. Zijn we bij het Hol van de Leeuw. Daar zijn we. Oh, daar. Ja. Do is de baan ook. Hier. Hier, jeetje. Goed opletten, van twee kanten fietsertjes en brommertjes. Voetgangertjes en whatever. Waarom laat je hem hier rijden? Sfeerproef. Zien dat je zonder mondkapje rijdt. Ja, dus. Scherp naar mag, links. Dat mag. Je mag hier zonder mondkapje rijden. Zit het weer hier? Fijn. Die niemand gaat op. Uit, niemand hieruit? Nope. Okay. En dan rechtsaf. Yep. Dan moet je goed kijken of de hoofdrijbaan vrij is waar het bestelwagentje rijdt. Anders moet je voor het voetpad blijven wachten. Dus je mag niet het voetpad parkeren. Oké. Okay. Redelijk uitzicht. Tenminste, die vent met die bronfiets staat een beetje in de weg. Oh ja, en nou blokkeer ik het voetpad zeker. Ja, nou, dan weet je dat ook. Oké. Okay. Nou, ja. Oké, okay, yes, ik... Sorry mevrouw. Weet dus dat ik een stukje wat meer naar achteren moet. Okay. Ja, af en toe moet je gewoon een fout maken. Dan zie je het. Weet je. Ja, nou daarom. Van fouten kun je leren zelfs. Ja, precies. Rechtdoor. Ja. Jumpsberg. Valt dat ding uit? Ja, omhoog. Omhoog, mooi. Kijk, daar de zenuwen van. Ja. Het regent dan toch zo wat niet? Nee. Maar ja, als je één druppeltje detecteert, dan vind je al te zwieken. En soms ook helemaal niet. Als je vooruit kletsnat en dan denk van, ga nou eens wissen. Nou, dat doe ik met de hand.
Het is wel leuk, die automatische dingetjes allemaal. Het werkt niet allemaal perfect. Nope. We gaan een nieuwe weg nemen straks. Oh, waar? Vertel. Ah. Oh. Die staat zelf nog niet eens in het navigatiesysteem. Niet? Nee. Oké. Okay. Ja, je mag 50, maar ik heb een tractor voor me. Niemand? Nope. U zit nonchalant achter het stuur. Mag dat? Nee. Ja, maar op mijn rijexamen doe ik dat niet. Nee. Ja, maar dan gaat het er zo insluiten. Dan ga je daarop letten. Ja, en je mag hier nou toch niet inhalen, dus ja. Waarom niet? Doorgetrokken streep. Ja. Kijk, en hier mag je wel, maar dat is maar een klein rotstukje. En daar begin ik niet aan. En ik wil wel mijn overzicht houden. Het rij is groot en breed. En er is een doorgetrokken streep. Niemand dubbel. Achter ons? Ja. Een lesauto. Waar wil je in? Niet naar TNO. Oké. Okay. Allemaal zielige aapjes zitten. Dat is toch handig? Met elektroden in de kop en weet ik het allemaal. Smeerstjes in de ogen. En, We zijn er bijna. Ja, daarom hou ik ook afstand van dat ding. Mag je het toch niet inhalen? Ja, hij gaat goed, hij gaat goed. Zo, daar zijn we weer. Toe de rechts, oké. Okay. Aanscholver, ja. Ben ik mooi, hè? Kom ik weer met een fietsertje. Nou, en ik moet wachten, dus het speelt. Is hij er al? Yes. Ja, ik moet wachten, meneer. Er komt nog eentje aan. Mooi, ik kan. Gloedje nieuw deze weg. Mij is die deze week, eind vorige week geopend. Hij is heel daar het haantje had je met een spoor erover gehad. Oké. Okay. Dan ga je onder het spoor door. Oké. Okay. Deze ken ik nog niet. Nee, dat moet je niet weten. Yay! Holy shit. Mooi hoor. Ja, ik heb jeuk. Mensen aan mijn elleboog. Mijn microfoon. Ik ga wel lachen. Zo. Oh, kom hieruit. Ja, oké, okay, ik zie het alweer. Bij die verkeerslicht heb je de prinses Beatrix lang. Ja, Delft, precies. Rijswijk langs de Boogaard. Rijswijk buiten. Weet je welk weggetje ik weer eens een keertje wil doen met jou? En dat is die 50, 30, 70. Bij Blijswijk daar in de buurt. Ja. Mijn god. Ja, dat is leuk. Dat staat nog ergens op film, geloof ik, hè? Ja. Ik heb nog geen einde 30 gezien hier. Als je een zijstraat gepasseerd bent, dan zouden ze het moeten herhalen. Maar die 30 is nu voor die andere weg. Ja, daarom. Ja, het is een beetje onduidelijk, maar als je hierin kan gaan, dan is het 30. Ja. Links bij de verkeersweg. Wijk en aanbouw, je meent het. Wist ik nog niet. En toen was het wachten voor het rode verkeerslicht. Nee, maar dat stukje zou ik alweer eens een keertje kijken of dat alweer weg is of zo, weet je? Dat mij is nog niks veranderd. Niet, schande. Dat is jammer. Als je een Zoetermeer-examen doet, dan kom je nog wel eens over het weggetje. Hè? Huh? Als je een Zoetermeer-examen doet, dan kom je nog wel eens over het weggetje. Ja, is toch leuk? Waren we weer in Delft? Bijna. Delft. In 3, in 2.
Hoe hard mag je hier? 50. Ja, zodra je het plaatsnaambord ziet, dan staan verder geen borden. 50. Wat betekent het oranje bord? Dat is voor de gevaarlijke stoffen hoe de vrachtwagens er moeten rijden. Ja. En die borden geven dan een route aan langs minder druk punten. Ja, klopt. Dus als het ding ontploft, dan valt er niet zo'n slachtoffer. Nope. Radio. Hebben wij ook altijd in de auto aan. Sky? Ja. Ja, ik heb een hekel aan die discjockeys die zichzelf zo leuk vinden. Hoezo en zo leuk vinden? Schijnwollig. Yes. Die maakt grappen die ik helemaal niet grappig vind. Niet. Hoe gaan we deze weg doen? Toen dat ik de vorige keer Toch nog checken of er geen bus doorpiept. Yes. En geen. Toen had ik de hele tijd de vrachtwagens volgens mij van me. Of niet? Nee. Het is ergens anders. Het is een VOP hoor, mevrouw. Oké. Heeft u de voorrang als u met uw fiets over een VOP gaat? Nee, als u met aan de hand de fiets mee gaat. Ja. Dan is de voetgang. Toe de rechts. Geen fietsers in aantocht. Nope. De bocht naar rechts zo. En ik moet toch even wachten. Kijk, goed zo. Kijk, dames en heren, daar staat het autootje van Karin op de stoep. Nou, echt niet? Nou, hij zit in ieder geval droog. Ja, dat is waar. Je mag je daar terug, maar... Mooie bordencoolie trouwens, enigszins. Mm-hmm. Mooie border. Zie je niet veel meer worden collies? Nee. Hier niet althans, en die ook niet daar hier. Vosmeerstraat, ja, ja, oké. Okay. To the left. 1, 2, 3 gedaan. Yep. Oké. Okay. Dat wel. Kijk dan eerst daar, dan daar en dan gelijk daar. Goed zo, meisje. Ja, goed hè, van ik hè. Links. Yes. Als het allemaal kan. Even kijken. Als het allemaal kan, even kijken. Ja. Ik denk het wel. Straatje toch mensen zo. Het is een mooi huisje hoor, deze met dat blauwe. Ja, vind ik, maar ja. Wie ben ik? Dat vind ik ook. Misschien is het anders. Rechtdoor dus. Okay. Nee mevrouwtje, wij gaan rechtsaf. Dubbel fietspad van twee kanten. Yes. Fietsertjes en rommeltjes. Zo, dat was een mooie bocht, ja. Vond ik wel. Vond ik. En dan linksa. Achter die busje. Yes. Laat je maar geen vandaag in reis weg. Delft. Met je kop door de Delft. Niemand? Nope. Hof van Onyx, oké. Jee, Hof van Smaragd. Saaie buurt hier. Oké, dit is allemaal weer, hoe heet dat? Niks. Hof van Aquamarijn. Hof van Robijn, Saphir, hè? Ah. Ja. Links. Parkzoek. Niemand.
is die kant. Ja, je kan hem in de sneeuw neerleggen, dan is er niks aan de hand. Nee. De kringloop, oké, dat zit hier ook, hè. Stad, Friese kruis. Zo'n hondje met een mevrouw. Nu moet je om de hoek heen denken, hè. Verwacht het onverwachte, niemand uit het fietspaadje hier. Nope. Daarom rijd ik altijd hier zo langzaam mogelijk. Oké, dat mag wel weer niet op je reeks. Hè? Niet te indien nodig. Ja, maar net zoals nu wil je niet met een met 30 over die hobbeltjes. Nee. Dank u wel, meneer. Daar is ik al. En hier wil je echt niet met 30 overheen. Krijg je hoofdpijn? Ja, dan krijg je inderdaad hoofdpijn. En als je dan gelijk helemaal op moet voeren naar na 30, ja, dat is ook niet fijn. Niemand? Nope. Links. Yes. Heel goed opletten hier, want je hebt hier een fietspad en je ziet geen moer door die bosjes. Nu valt het er mee, maar zouden ze een beetje mogen snoeien. Daarom ben ik hem nu ook heel rustig, meneer. Normaal heb je daar een school, die is open. Of nu dicht, bedoel ik. Toe de rechts. Oh, hier zijn we, ja. En 15 kilometer zonne. Was die zelf gemaakt, die bordjes? Yes. Ook die andere. Er is nog een escape. Dus ook om doorheen denken, wat kan eraan komen. Mm-hmm. Verwacht het onverwachte. Hier heb ik al eens een keertje en gereden, volgens mij. Kan zijn. Ja. Door de tralies heen kijken. Ja. Karin laat zich niet foppen. En dan heb je een fietspad. U wilt rechtdoor. Mag dat? Nee. Kunt u hier tegenliggers verwachten? Ja, dat kan. U scheurt de bocht om met 40 km per uur. Is dat verstandig? Oh nee, dat is helemaal niet verstandig, meneer. En u wil hier rechtdoor. Kan dat? Nee, het is hier een doodlopend straatje. Het kan wel, maar u komt niet ver. Nope. Ik vind het nog zo oud, hè, en deze dingetjes hier. Ja. Da-d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 a-
mag je hier 15? Ja. Dan red je niet eens hier. Dat? Ah, kijk, daar heb je 30. Dat die kant links. Dus in principe zo rechts mogelijk blijven. Meer kan je niet doen. Je ziet hier helemaal geen. Jood. Kijk, daarom ga ik ook zo staan. Dan ga jij naartoe, mevrouw. Daar een auto. Jij gaat. Oh, mooi. Kom ik er mooi op de achter aansluiten. En dan gaan we weer de weg op. Zometeen. Mevrouw, wat bent u van plan? Ja, daarom wacht ik ook rustig. Ze bang dat het tasje gepikt wordt of zo. Ja, ja, oké, okay, dank u wel. Nou, die flikkerbaas. Ja. We gaan rechtdoor, maar dan moet je rechts aangeven. Links aangeven. Ja, dat wil ik rechts, links, links en rechts. Prima. Gaat Albert Heijn eerst? Yes. Ja, een korte bocht. Yes. Kunt u hier fietsers en brommetjes verwachten? Ja, en op een gele kenteken. Kan, mag dat hier? Nee. Dit stuk niet. Makker, hier ben ik. Ik doe ook wel eens wat en soms en wat niet mag. Dus. Wie niet? Ja, iedereen. En gelijk snelheid gaan maken zometeen. Ja, een heel kort invoerstrookje. Ja, ik weet het. Hatsevlats. Ja, dat is. Is vanaf deze kant die nieuwe weg. Nou, dan gaan we dat zo meteen doen, meneer. Ja, dan kom je bij een kruispunt. Ja, daar moet je toch heel goed opletten. Nou, dan gaan we dat zo meteen gewoon doen. Prima. Best. Dan ben ik gelijk in de eerste die dat zo mag doen. Haha. Je hebt de primeur. Dat is mooi. Ja, en de tunnel niet. De boogie woogie tunnel. Ja. Die heb ik al gedaan toen met Ro. Dat is bij die verkeerslichten erin. Yes. Ja. Ja. Opletten, dus je moet hier wachten. Oprijden tot stopstreep. Nou, dat doe ik. Waarom is dat? En voor de verkeerslichten. Door. Ja, ik moest even wachten of kijken of er van iemand aankwam, meneer. Nee, tut. Ben je te laat. Niet. Dames en heren, eigen wijsheid is uitgevonden door Karin. Een beveiligd terrein. Als je zo stilvalt in een bocht, dan krijg je opstoppingen. Nou, dan krijg je het om je oren van de examinator, want dan belemmer je de doorstroom. Dus van tevoren moet je kijken of de fietsers brommetjes aankomen. En dan nog een keer nakontroleren of je echt niks gemist hebt. En dan een één vloeiende, vlotte beweging. Nou, dan, en dan hebben jullie ook weer vandaag weer wat geleerd. Kijk, ik weet het wel, maar ik maak gewoon even nu wat extra. Je wilt testen of ik het wel wist. Ook dat. En hier heb je een kruising. Niks mee te maken. Wel kijken, maar... Ja. Ik kijk ook.
Verkeer van twee richtingen. Je meent het. Ja. U wilt hier inhalen, mag dat? Nee. Mooie watertoren, toch is dat van vroeger? Een watertoren dat witte? Ja. Schaaf hoor, dat ding. Die hoor je ook, die hoor je, ja hoor, die, en die zie je ook niet zo vaak. Daar komt dan toch nog niks aan. Kijk. Rechts om te zien. Links. Yes. Ja, dan zie je nog geen verkeerslicht hebben neergezet. Volgens mij komt niks. Mooi. Dank u. Zo, alsjeblieft. Dank u. Je hebt je primeurtje weer te pakken. Primeurtje nog wel. Dat is mooi. Deze weg is toch 50 gewoon, deze weg? Ja, dacht ik al. Alleen dit rijdt zo lekker, dat weet je vaak harder. Vroeger was het 80 weg, maar er gebeurde te veel. Zoals? Lampjes, tegenliggers. Hier hebben we een fietsertje. Hoi. Dag, meneer Traan. Hey, meneer agent. Hoi. Telefoon in de hand waarschijnlijk. Ja, was yes. Dat zo? Ja? Yes. Ik heb het even niet gemist. Tja, kaboop. Die krijgt er waarschijnlijk een lekkere bekeuring. Van 100 euro. Of een waarschuwing. Nee. Nee, meteen schrijven? Momenteel wel, ja. Laat kijken voor fietsertjes. Ik zie geen fietsertjes. Jullie ook niet, hè? Ja, hier eentje. Aan mijn kant nu. Weet je wat het kost als jij je auto neerzet op een invalide plek? Terwijl je geen invalide hebt. Ja, 250 euro. Niet? Duurder? Yep. Nou, vertel. 400? En wordt ook vaak snel weggesleept. Er komt er 300 euro bij. Dus dan mag je 700 euro'tjes aftikken. Ja, dat is veel, ja. Zo. Dat doe je geen tweede keer meer. Nee. Gaat u gaan. Een keer een rijexamen, die leerling moest ook links af en die ging om die paal heen met dat blauwe bord en die witte pijl. Meen je niet? Ja. Ha. En ze was toch geslaagd. Huh? Ja. Nee, dat geldt alleen als je rechtdoor gaat, als je die rijbaan moet kiezen. Als je niet voor die dikke paal moet. Ja, dat snap ik. Gewoon ja. Bij achter die autootjes aan. Snap ik. Niemand door rood? Nope. Mooi. Maar ja, ze lossen het wel veilig op. Want ze gaan hier een beetje terecht. Ze keken wel goed of ze de weg kwam. Ze heeft het wel veilig opgelost. Rechts. Garage Den Helder, je meent het. Top. Den Helder is the place to be. Yes. Nee. Nee, wel van die grote betonnen stootblokken. Die geven niet veel mee. Nee, en dat doet oud aan je auto. Ja. Maar hoe is dat trouwens opgelost met jouw auto trouwens? Dat jij toen die
iemand had bij de Bezuidenhoutseweg. Ja, die... ja. Hoe is daarmee opgelost trouwens? Ja, wat... het is gemaakt, klaar. Kijk. 3600 euro. Oh, 3600 euro. Maar rood of het niks is. Ja. Rond onderrecht door, want ik hoor niks van jou. Ja. Het is peperduur autoschade. Ja, het is allemaal wel verhaal natuurlijk op de tegenpartij. Maar... Mm-hmm. Maar ja, ik had wel een beetje geluk, want het is net in coronatijd, dus ik kon toch niet werken. Dus, nou, dus... Mm-hmm. Ik vind dit zo'n lekker een geluidje, als je dus langs... Juist, heerlijk! Val je niet in slaap dan? Nee, ik vind het heerlijk. Rechtsaf en daarna linksaf. Dus wat gaat Karin dan doen? Neemt ze een kleine bocht of een grote bocht? Weet ik rechtsaf niet. En dan meteen weer linksaf. Neemt Karin een, nou ja, bijna grote bocht. Hier gaat het ook vaak fout. Ja, nou dat weet ik wel hoor. Deze. Deze heb ik al zo vaak met jou gedaan, dit. Een stukje verder mevrouw, je staat niet op de centimeterhaartjes. Niemand door rood? Nope. Dan gaan we hier er weer af. Nee. Niet? Ha. Nee, vandaag niet. Gaan we rechtdoor. Ah, we gaan zeker door de Boogie Woogie Tunnel nu. Een Volkswagen Polo, een zwarte en Blue Motion nog wel. Ja. Zit die op te letten, die persoon? Nope. En waar zit je klokson eigenlijk? Oh, gewoon die. Ah, ja, ik zie hem. Ja, dat... Oh, toch wel. Zit hij wel op de letter? Valt me nog mee. Ja, echt hè? Vaak hoor. Dus lekker met het telefoontje zitten te kijken. Ja. Weer. Ja. Is toch handig? Wist je dat nog niet dan? Mm-hmm. Dat het niet handig was. Wist je dat nog niet? Nee. Weet je het nou? Ja. Echt hè? Ja, je kan wel naar me kijken. Is prima hoor, jongen. Via je achteruitkijkspiegel. Vind ik helemaal niet erg. Geef me knipoog. Nou, en je... Komt helemaal niet meer van zijn plek. Nee. Maar hij heeft ook een... Is het nou een schakel of een automaat? Volgens mij een automaat. Maar... Brandweer, ja. Je zal ze maar nodig hebben. Yes, niemand de rood, nee, mooi zo. Ja, bij de verkeerslichten rechts. Geen stoute fietsertjes. Nope. Die deed ik mooi vlot, hè meneer? Juist. Juist, zo moet het mensen. Zo moet het. Luister naar Karin, dat is de rijgoeroe. Wauw, echt niet? Niemand en die rijdt perfect, niemand. Nee, ik ook niet. Nee, nou daarom. En ik ook nog niet, dus...
examinator ook niet. Maar het hoeft ook niet als het maar veilig blijft. Nou, en ik doe toch al alles eigenlijk veilig. Smalen. Even kijken, dan heeft deze persoon ook nog de ruimte om even uit te... Pleurt ze de deur uit. Ja, daar kon ik niet meer voor op de rem trappen. Nee, dat zou ik niet willen. En net wel, daar verderop een stuk. Dat kon echt net. Jij zit op de fiets, dus je hebt geen vloer. We hebben ook contact, dus we zijn ja. Gezien. Ja, dat is een drukke kruispuntje dit. Volgens mij was jij een snufje aan de late kant. Ja, een heel klein snufje. Ik kwam nog niet in de gevarenzone. Maar... Nee. Maar ze waren eerst nog net nog aan het rijden. En ik had wel een beetje in de gaten daar, maar. Ja. Dat rijdt nog wel een beetje door, maar niet. Ja, oi. Daar. Autootjes vandaan? Nope. Zo, zo. Dan ben ik wakker. Ben je wakker? Ja. Sinds wanneer? Sinds ja, nu? Nou, nu ja. Ja, wakker was goed. Ja. Niet meer naar een zijstraatje? Dat is doodlopend, daar mag je niet in. Maar daar hebben ze het wel voor. Yes, er komt niks aan. En dan gaan we zo meteen die kant op. Talamini. Talamini. Of gaan we die kant op? Ja. Okay. Niemand voor oversteken of zo. Ja, jij loopt nog daar. Ik wou net zeggen, dank u. Iedere keer weer stoppen en doorrijden. Wat en wat wil je dan? Resoluut. Hi mevrouw. Dag Goldentje. Ja, echte Golden Retriever. Hele lieve, zachtaardige hond. Ja. Maar Lady die kan daar niet meer mee overweg. Niet meer. Nee. Die, en die is, dat ik haar net had, is aangevallen door 3 herdershonden tegelijk. Hm. Dus die mot ze ook niet meer. Nee. En ze is 1 keer aangevallen, toen was ze ook los. Door een witte labrador en ze kreeg nog een schop na van de eigenaar. Zo dan. Ja. Dus ook echt elke labrador moet ze niks meer hebben. Ja. Zit in het geheugen geprent. Ja, zo. Ja. En als ze hem ziet, nou dan gaat die hele kruin al van haar omhoog. Mm-hmm. Nee, daar moet ze echt niks meer van hebben. Echt niet. Tja. Mensen zo om kunnen gaan met dieren. Ja. Die van ons was ja, bijna 14. Ja. Een lady en die wordt 12 augustus 7 of 8, dacht ik uit mijn hoofd. En ik ben zaterdagjarig, hè? Oké. Ja. Nou, vast gefeliciteerd. Dank je. Dan word je 18? Nee, schat. Nee. Wordt, 34? Ja, goed Jeet. Zo. Yes! Ah. Ben je over de top, Karin? Ja, goed hè. Mannen kijken niet meer naar je. Nee. Het hoeft ook niet, wou je zeggen. Ja, misschien soms wel, misschien ook niet. Ik vind het prima. Zo, gaat het lekker, ik jongens? Ik wou net zeggen, die ging even door rood. Daarom, dames en heren, ook al heb je groen licht, altijd even kijken. Vooral als je als eerste staat. Als je juist de grens. Mag hier
overheen rijden. Het is een stippellijntje. Nou, toch ben ik er zo. Toch wel? Dacht ik al. Als die ruimte er is. Gewoon lekker zo rijden. Ja. En wees vooral niet bang. Er gebeurt niks. En ook niet als je een tram achter je hebt rijden. Ook niet. Scheid. Moet je hier wachten? Yep. Ja. Een soort opstelvak voor fietsers. Maar ja. Als je fietser, je gaat toch niet hier staan? Ja hoor, ik wel. Ja? Ja. Omdat? Dat vind ik leuk. Ja? Nou ja, okay. Auto's pesten. Ja. Bestuurders pesten. Geen tram naast je? Nope. Anders had ik dat net al wel gehoord van hem. Gaan we hier eraf? Of rechtdoor? Doen we rechtdoor. Oké. Okay. Dan gaan we dat maar doen, hè? Rechtdoor. U rijdt op de tramrail. Is dat verstandig? Ja, nu wel. Nou, nee. Nu mag je. Ja, soms moet het wel. Ja, net maar... zoals in de binnenstad moet het. Als je in de tramrail rijdt, je moet hard rennen dan. Ja, en er is een fiets en een mevrouw hier tussen gekomen en die is gevallen. Oeps, ja, dat hebben we allemaal wel een keer meegemaakt volgens mij. Ik nog niet. Jij fietst nooit. Eigenlijk weinig, maar ik ga dat wel weer oppakken. Ja. Ga ook dan niet precies op de tramrails rijden. Doe dat dus juist niet. Nat, glad. Yes. Ga je dan een beetje net tussen in? Goed zo. Nee. Dat je nog wel ruimte hebt. Om te remmen, want inderdaad, wat Piet zegt, een tramrail is nat en glad, vooral als het heeft geregend. Ja. En dan heb je sowieso een langere remweg. Dan treedt het anti-blokkeersysteem in werking, maar dat zal je niet redden. Nope. Dan glij je met niet-blokkerende wielen op je voorligger. Yes. Voorburg heen zeker. Zijn auto. Het ja, is handig hè? Is toch lekker? Flats op de voorruit. Uw linker remlicht is defect. Mag u zo een auto rijden? Nope. Nee. Maar is toch handig om zo te gaan rijden? Snap dat dan? Maar ja, hoe weet je dat? Soms hebben auto's Ro en ik checken eigenlijk elke twee weken onze verlichting. Elke even twee remmen, weken. Links aangeven, yes. Rechts aangeven. Yes, ja. Verlichting aan, ja. Brand de kenteken lichtje. Ja. Ja, alles. Elke twee weken doen we dat. Ja. Elke twee weken. En hier staat 30 aangegeven. Oké. Okay. Gaan we dat maar doen, hè? 30. En de olie? Dat en dat één keer in de maand. Ja. Je weet ongeveer wat een auto verbruikt. Ja. Ja, ik mag hier met 30, sorry. Staat aangegeven. Je zou dus na een zijstraat weer moeten. Ja, dat doen ze niet. Nou, dus dan mag ik weer 50. Rechtdoor straks en bij de verkeerslichten of gaan we eraf? Rechtdoor, hè? Flitspaaltje kijken. Richting huis? Ja, dat bedoel ik. Dat dacht ik. Dan ga ik hier wel in.
gezien de tijd. Dus dat is een stukje sneller. En met het busje zat. Ja, ook dat. Zo. Via de koningin Juliana, de Julianaplein. En de bananen rondonde. Je komt uit een uitrit, goed zo meneer, dank u. En hier heb je een fietspad en heel veel mensen, dat valt mij ook vaak op, als ik hier fiets, dan gaan ze allemaal daar staan. Hè? Mm-hmm. En daar wordt tante Karen niet vrolijk van. Nee. Die kant. Day. Wat ga je het weekend doen? Ja, hangt een beetje af van het weer. Vertel. Heb je plan A en plan B en een plan C of ook nog een plan D? Ja, vertel. Niks, geen plan. Helemaal niks. Wij gaan lekker uit eten. Ja, ik had ook zondagmorgen willen ontbijten bij de Haagse Beek. Dat is op mijn idee. Ja, dat weet ik. I know. Dan kan je voor een tientje lekker ontbijten. Maar ja, het was zulk slecht weer. Ik mocht niet zo buiten willen zitten. Nou ja, dit weekend is volgens mij ook nog niet best. Ja. Maar ja, dan gaan we maar binnen zitten. Dit is ook een leuk stukje. Niet zo vaak, hè, hier. Maar je moet hier wel altijd heel goed opletten. En voor voetgangertjes. En er zitten ook enorme drempels. Zo'n ja, dat weet ik. I know. Daarom juist. Kijk, want je ziet hier niks. Nee. En dan heb ik zoiets van, pleur hier een spiegel of zo. Dan zie je tenminste nog wat. Ja, kennelijk deze... gebeurt er niks. Nou, echt wel. Dat is ook niks. Dit is een heftig drempel. Ja, dat weet ik. Die moet je ook heel voorzichtig nemen. Want anders is dat niet lekker voor je auto. Rij je helemaal achteren? Oké, dank u wel. En er is ook een lekker fijn drempeltje nat. Ik weet het wel hier hoor, dit stukje. Jij moet voor Google gaan werken. Hoezo? Kun je alles in kaart brengen. En dit is ook niet zo'n heel fijn drempeltje. Waarom alles in kaart brengen? Vertel. Hoe kan ik het installeren in mijn navigatiesysteem? Jij moet wachten. Ja. Mondkapje op. Geen fietsers? Nope. Totally not. Hi, busje. Maar voor de rest, wat ga je nog meedoen dan eigenlijk alleen om te willen ontbijten bij de Haagse Beek? Ga je nog wat leuks doen dan met je vriendin? Ja. Ja. Dat hangt er zo af. Hm?
Je moet eigenlijk meer gaan lopen. En je hebt, kijk dan, en je hebt de ja. Bosjes, weet ik veel van, en dan heb je de Haagse Bos, je hebt Malot, je hebt Scheveningen, je hebt, kijk, weet ik veel wat je allemaal hebt daar bij jou. Ja. Het is daar zo mooi. Zeker. Alleen ze hadden die hele oude boulevard nog nooit weg moeten halen. Nee. Ja. Echt niet. Ik hoor zo lekker langs het strand rijden. Juist, precies. Alleen bij Scheveningen wordt het ook nieuw, hè? Dan kan je ook niet meer over de boulevard rijden daar. Nee. Want dat wordt met de slagboom en alleen maar voor bewoners. Het laatste stuk. Ja. Ja, waar je dus ook mooi kon parkeren, weet je wel. Daar. Mm-hmm. Wat gaan we doen? Oh, ja, oké. Okay. Oké, ja, oké. Okay. Prima. Weet je niet. .nl of DLL. Ja, zoiets. Nee, 7,79. Bijna gratis. Ik ga rechtdoor, want ik heb soms een vraag aan jou over een bordje. Misschien dat jij dat weet. Okay. Droderik die vraag had iedere keer. Heb je dat al eens een keertje aan Piet gevraagd? Nee. Als ik weer eens een keertje rijd en we rijden in de buurt, dan vraag ik. Waar staat het bordje? Links of rechts? Aan jouw kant. En het hangt tegen een boom aan. Volgens mij, uit mijn hoofd. Oh, zo. Oeh, dat oud. Gaatje. Ja, mooi. Kan zijn dat het bordje voor de tram is. Ja, dat klopt. Het is ook voor de tram, maar... Ik weet niet of dat wel in de theorie voorkomt. Nee, dat komt ook niet, maar... Ik denk misschien dat jij het weet. Ja, je weet het niet. Misschien dat je het weet, maar misschien ook niet. Mooi jurkje aan trouwens, meid. Spinnenbeukjes. Ja, maar het is wel een mooi jurkje. Tegen de anorexia aan. Yes. Ja, wat ga jij doen? Nou, een zo rijden. Ja, hinderlijk is dat, hè? Ja, daarom dat ik ook even een stukje... Een vraagteken op. Ja. Deze verkeerslicht aan die kant en dan zo weer terug. Nee, het is groen. Als het nou rood gaat, kom. Rood. Er staat, kijk, dat is mooi. Er staat hier dus een bordje met dat groene. Is dat van even een spoorwissel of zo? Dit? Ja, deze bordje. Is dat van even een spoorwissel? Denk het ik wel, hè? Ik heb geen idee. Volgens mij is het voor de tram. Dus ik heb echt geen idee. Je kunt het ook niet vinden volgens mij. Nee. Het is geen officieel verkeersbord. Nee. Ja, we hebben ook groen. Kruising, want je ziet geen ene donder. Volgens mij stonden hier vroeger ook containers. Dat zag je helemaal geen meer. Nee, klopt. Kijk, en nou komt die auto pas en ik ben hier. Dit is ook lekker gevaarlijk zo met dat flap. Ja. Precies dat. Niemand. Nee. Mooi. Nee, we gaan dus zaterdag uit eten bij Wereldrestaurant samen. Langs de autosnelweg aan. Ja, klopt. Ik ben er al eerder geweest. Zo vaak. Ja, is het wat? Zo lekker. Ja? Echt. Ja, echt. Het is echt, echt en ook echt een aanrader. En mocht je daar gaan zitten, samen met je vriendin of zo bijvoorbeeld, vraag dan aan het zitplaatje en de lampion. Want dat is zo wel lekker rustig.
je ziet... Dit plaatsje aan de Lampion. Ja, bij en bij de Lampion. En dat is... Ja, en bij de uitzicht op de autosnelweg? Nee, helemaal niet. Ja. Dat niet, maar het is wel heerlijk rustig. Ja. Niemand ziet je eigenlijk. Smaakpapillen weer tarten. Yes. Opwekken. Mm-hmm. Kom op, jongens. Maar proef jij nou ook zout of zoet? Dat en dat wel. Ja, en jij gaat inparkeren. Zo te zien. Wit achteruit, hè, lampje. Goed gezien, hè? Ver vooruit kijken, hè, heet dat. Yep. Nou mensen, dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer. Mazzel!